Dag lieve kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explorer. Vandaag zijn we in een verlaten fabriek. Een hele grote fabriek zoals je ziet. We weten nog niet waar we gaan aantreffen, dus we gaan naar binnen lopen. We nemen jullie mee, er zijn veel ingangen zoals jullie zien. Hier is er één, daar is er één. Ja, we kunnen eigenlijk overal naar binnen. Ik denk niet dat dit... Oh wacht, misschien is de deur open. Ja, hier gaan we niet tussendoor, dat is te gevaarlijk. Ik denk dat we het beste via hier kunnen gaan. Ja, ik zie daar achteraan een open raam. Ja, of in ieder geval open deur. Zo hé. Het is echt groot hier, hè? Ja, dit is echt een grote locatie. Die zijn wel even bezig, denk ik. Ik ben benieuwd of dat er nog iets in staat. Pas op hè jongens, ik kan toch nog wel wat scherp zijn overal. Moet je wel echt oppassen man. Is die deur niet gewoon open? Pas op, camera pakken. Alles kapot hè. Ja, hier is veel glas ook jongens. Ja, kijk maar uit waar je loopt. Oh nee, Sam, dat is eentje verder, ja. Wel? Ja, man. Lijkt gewoon op elkaar. Het lijkt ons om elkaar. Oh ja, met wie hebben we. Survival of wat? Als gaan we dat dak in, dan doen we eerst dit gebouw. Ja, is goed. Best zijn. Zodat we niet de helft overslaan. Oh, hier staan die spullen binnen. Oh ja. Ik heb geen lamp bij nou. Hé, hey, is hier wel een diep gat. Wat ligt hier, maat? Oei. Oei, oei. Er ligt inderdaad olie. Hier een grote zandbak. Wat is het hier dan? Een soort kelder, denk ik. Hoezo ligt hier olie? Waar komt die olie uit dan? We hoeven dat in ieder geval niet te survivalen, want deze deur is gewoon open. Scheelt alweer wat. Kijk eens aan. Waar zijn er dan voor spullen, maat? Ja, het is van alles. Oh Philips. Nee, weet je wat het is? Dit is voor de stroomdraden, man. Ja, wij de elektriciteit dingen. Ja. Ja, hier maken ze lampen, hè, groeilampen. Philips. Dat is helemaal vol, man. Het is van alles, er ligt van alles. Zeker. Niet uitschakelen. Oh, hij weegt mooi. Wat ligt hier dan toch allemaal? Ja, van alles. Dat is een gloeilampenfabriek was de verraste? Ja, blijkbaar. Wat is dat dan? Ja, zeg het maar. Ja, dat ligt van alles waar wij geen verstand van hebben in ieder geval. Transformateurs. Geen idee wat het is. Ik ook niet, we gaan maar een kamertje verder. Kamertje verder kijken, ja. Mensen dat allemaal laten liggen. Ja, vooral zo'n grote fabriek, zou ik zeggen, dat halen ze toch leeg? Ja, hier hebben waarschijnlijk ook allemaal tafels gestaan en zo, die hebben ze allemaal leeg gehaald. Batterij gemaakt. Oh ja, lampen en batterijen. Zekeringen zijn daar. Zekeringen. Oh ja. Ja. Dat is een proces. Oh ja, proces, procesvloer. Koeling, doosmoten. Afbot, afspelen. Oké, okay, oké. Okay.
3,5 miljard stuk per jaar. Dat is wel echt heel veel dan. Zekering of zo, misschien wordt hier wel zekering of zo gemaakt, eindproducten. Ja, hier zekering, ja. Lampen. Procesflow. Ik denk dat hier gewoon alles met lampen werden gemaakt, man. Kijken, hier rondjes. Voortkens rondjes. Kom naar boven, dan gaan we zo meteen wel even heen. Oh ja, kijk hier. Een soort werkplaats geweest zijn, denk ik. Oh, iets, ja. Dit dan, batterij backup. Oh, er zijn gewoon oplaaiers. Oude computers. Chips. Er ligt nog van alles, hè? Opladers. Helaas. En dit dan. Hé, hey, daar zijn ook recorddingetjes, denk ik, of niet? Ja. Ja, man. Wat zou je hier toch gewoon gemaakt hebben? Sowieso lampen, net als op die poster zagen. Ik zie ook wat telefoons en zo. Of het is van hier het kantoor zelf, maar heel deze kast ligt vol met telefoons. Echt? Ja. Oh ja, allemaal oude telefoons. Hè. What the fuck? Raar. En nog een oude computer. Er ligt in ieder geval nog genoeg. Oh. Kan ik naar boven gaan? Kijk, dat is goed. Kijk wat we vinden. Overal ligt glas, hè? Ja, en het is toch op een bedrijventerrein, dus zou ik zeggen dat hier toch wel ergens camera hangen. Is dat een bel? Een toeter. Pauze bel. Kijk hier de deur. Wat is hier gebeurd dan? Die hebben ze ingetrapt of zo. Ja, inderdaad, ja. Daar zit niks in. Ik ga een blik slaan. Kijk, hier had je ook uitzicht over die grote hal. Zal hier wel eens kantines of zo zijn geweest. Ja, ja, ik denk dat hier boven kantoors waren, denk ik. Ja, kantoors of zo. Kantoors en kantines. Het is wel allemaal. Ja, het is wel veilig toch, hè? Ja, beton. Wat is dat dan allemaal? Letters Philips, logistiek, en dan? Ah, er zit niks meer in. Hmm. Dan zou je toch wat dingen voor Philips hebben gemaakt, maar het is geen Philips fabriek. Nee. Er zit ook niks aan. Normaal hebben we niet zo'n grote locaties, hè? Dat is toch wel leuk om weer een keer in een fabriek te zijn. Leuk, ja. Wat moeten we hier allemaal gaan vinden? Buitengebruik, oei. Oude wc. Nou, hier heeft iemand opgezeten.
Dat is echt nog oude architectuur, hè? Dat is een beetje. Als is hier allemaal aan het afblakeren, ja. Oh. Je kan hier ook echt alle kanten in, hè? Ja, hier kan je zo verdwalen. Kast. Verlept kamertje. Ah, dit is gewoon veilig, dit is gewoon een beton allemaal. Is dit wel een rare verwarming? Huh? Nou, dat leek me niet. Hè? Hè? Is helemaal krom getrokken of zo. Echt, hè? Dat is raar. Dat heb ik nooit gezien. Fuck. Dat is hier al flink van buiten geflikkerd. Ja. Hier en alles. Wat een mooie plant. Het is ook dicht bij een woonwijk, hè? Dus. Wat een plantenkamer. Zoiets. Wacht, kijk aan, maat. Hier komen die brieven vandaan. Oh, ruik je muf. Hè? Ruik je muf van schimmel of zo, man. Uitbreiding magazijn. Architectuur. Thermografisch infrarood onderzoek van elektrische installaties. Oké. Okay. Kunnen we hier ook nog wat leren? Nou, de tering. Wat wil je doen? Nee, de stroom die doet hier denk ik niet meer. Ik weet dat niet, hè? Pretpark deed toen ook al. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Er zal wel een vergaderzaal. Vergaderzaal zijn geweest of iets. Die hadden dat. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is echt groot hier. Kamertjes. Ja, nog een grote hal. Dezelfde als net. Een aparte kamers, hè. Ja. Wat is hier gebeurd dan? Een plant. Een halve deur. Heeft iemand zin gehad een Skittles of zo, man? Wat zijn dat, maat? Ja. Raak maar niet aan, dat ik. Wie weet wat het is. Nee, ik weet ook niet wat het is. Het ziet er in ieder geval niet lekker uit. Oh. Ik zou ook dat we daar rijk. Ergens daar op de begane grond dat we dan een kelder binnenkomen, maar ik weet niet waar we dan uitkomen. Dat weet we hebben lampen bij. Ja, we hebben lampen bij. Hey, Lennon, gewoon eens Koen. Steer allemaal, maat. Dat weet ik ook niet, maar pas erop waar je loopt met dat glas. Dat is daar, hè? Zo. Een soort productiebedrijf zou zijn geweest of zo. Ja, van ja, dat denk ik, ja, dat moet wel. Er zijn fabrieken meestal ook voor, hè? Mm-hmm. Hier kwamen wij toch net. Maar nee, hier kwamen wij helemaal niet binnen. Nee, we kwamen 2 of 3 hallen verder binnen. Echt.
Hoe lang is dat geleden? 2017? 15? 15, zei Sam. 2015. Ja, hier zou iemand hebben gezeten die dan ploegleider of zo is geweest, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Hé? Hey? Al die brandblussers zijn allemaal... Waarom zit hier allemaal van die gaten? Ja, hier, fabrikageleider. Wat zeg je? Er staat ook fabrikageleider op. Ja. Kijk, is dat nou voor een schuifdeur? Die ga ik openmaken. Ik vind nog wel dat hier ergens een werkend bedrijf naast zit, dus niet dat ik daar in één keer binnen sta. Wel? Ja. Hallo. Morgen. Oei, dan gaat het dicht. Kijk hier een lange gang heen. Zo. Dan kun je daar naar de kelder. Wel? Daar is de kelder, kijken. Kijk. Ja, als, wat kun je daar ook naar beneden? Nou. En bij dat vorige gebouw kun je ook al naar beneden. Dan ben ik toch wel benieuwd eigenlijk wat hier beneden is. Ja, daar lopen waarschijnlijk alle kabels. Zet hè? Ja. Leidingen en zo, hè. Wat zijn dit dan? Huh? Washokjes of wat? Ja, zoiets wel. Waarom dan? Deze persoon is verantwoordelijk voor uw veiligheid. Oh ja, oké. Okay. Ah ja, je hebt natuurlijk allemaal wasbak aangehangen. Net als aan deze kant. Hij heeft hier ook gehangen. Waarom zou je hier je eigen zo goed moeten wassen dan? Voor wat? Dan zal hier ergens de kleedkamer zijn geweest. Je schoenen uit te trekken alvorens in het stort te gaan? Stort. Hè? Stort. Ja. Schijn eens met een lamp bij. Hoe is dit nou weer? Ja, dat snap ik niet. Oh, dit zijn douches, man. Ja, maar waarvoor? Als je hier met lampen werkt. Ja, chemische zooi die erin zit, denk ik. Ja, apart. Met een bedruk in een productiehal. Nou, dat hebben ze volgens mij wel bij meer fabrieken hoor. Oh, dat is het ding. Ik denk, wat hoor ik toch? Wat hoor je dan? Ik denk, er zit iemand binnen, maar. Dat is die lamellen. Ja, het zou goed kunnen dat hier iemand binnen zit hoor. Oh ja, inderdaad. Als zwerver zit je hier goed. Of niet? Wat met een stoel? Huh? Is dat een piano? Nee, ik denk een snijmachine, man. Ja, dat ziet je. Ja. Hier zo'n machine is hier ook nog gewoon staan. Je zou zeggen, neem je toch mee als bedrijf? Neem je toch mee? Dat is toch geen grote printer? Ja, dat zal wel zeggen, hè? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja, voor wat dan? Ja, goede vraag. Wat staat hier op? Nee man, ik zie het ook niet op staan wat het zou kunnen zijn. Afvalzak, vul tonner bij, gebruik alleen... B, 5 tonnen, schud de fles goed, schroef de fles rechtsom. Ik weet niet wat voor machine dit is, maat. Misschien een grote printer, ik zou het echt niet weten. Documenten. Sam, hoe voel je je vandaag? Gebruikershandleiding. Klein beetje bruin. Hoort erbij. Yep. Toch een video maken, hè? Zeker. Ja, Sam. Dat snap ik nog steeds niet. Ik ben op een paar honderd locaties geweest, maar waarom laat ze het altijd zo achter? Mm-hmm. Groot dat hier is, jongen. Hier een magazijn. Ja, hier zijn we nog wel zeker weten nog wel een uurtje bezig.
Ja, wat hebben ze hier dan? Ja, dit was dan een magazijn, maar... Ik zou niet zo kunnen zeggen dat ze hier zo lampen zou hebben kunnen maken. Nee. Het is wel een gigantisch groot, jongen. Ja. Kijk naar boven, naar beneden. Ik wil daar ook wel even een keer in die kelder kijken. Ja, dan gaan we er dadelijk eerst heen. Dat was het. Hier, brandblussers. Hey, er is gewoon een kooi boven. Het zal wel een soort magazijn zijn geweest. Ja, dat stond er net ook. Lijkt me. Een kantoortje. Ik denk dat dit onze langste video ooit wordt. Ja, hier kan me veel zin. Even kijken, waar we daar een kelder kennen. Wat zouden ze dan in de kelder moeten hebben? Zal dan echt alleen de stroom en zo allemaal daar? Ja, dat denk ik wel. Stroom en buizen. Een fles. Leidingen. Allemaal mappen. Hier gewoon een heel magazijn. Nou, kom weer bij die grote hal uit. Dat is goed nat, jongens. Ja. Hier komen de zombies. In de donkere gang. Schijn hier eens met die lamp in. Oei. Hier rechts. Hier is wel heel donker. Ook een hal, of wat? Geef eens die lamp. Oh, kijk hem. Nog een dikke hal, maat. Die lamp die haalt er niet eens. Oh, op camera zie je het wel goed. Beter als met onze eigen ogen. Eigenlijk hier bijna niks. Ja, hier zou zo'n bedrijf erin kunnen gaan. In ieder geval in deze hal al alleen al. Ja, die hadden een opslag of zo. Dat het dan gewoon 8 jaar al gewoon leeg staat, hè? Ja. Gek is dat, hè? Weet je wat hier allemaal mee kan doen? Qua opslag of zo, of weet ik veel. Ja, in ieder geval iets. Echt, hè? Verhuren dan of zo. Ja. Oh, hier ook een ingang. Oh ja. Verboden toegang. Vandaag niet meer. Oh. Hallo. Hallo. Ah, kijk, daar staat een hele grote machine erachter. Oh ja. Al die raming gooit, zie je echt altijd. Hè. Ja, een locatie dicht bij een woonwijk of zo, dat is het altijd wel raak. Ja, dat is dat een hele grote machine. Oh ja. Wat ze daar dan mee deden. Dingen. Godverdomme, is het hier groot, maat. Ja, hè? Ik moet stellen wat dit is. Inderdaad. Neemt toch niet dat je hier een lamp mee maakt met zo'n grote machine? Max niveau glasbak. Vrij gave glasbak. Ja, dan glas... toch wel dan? Ja, zeker. Ja, hier staat het ook inderdaad. Glasbak. Gewoon verwerking. Oh ja, oké. Okay. Misschien is hier wel allemaal gewoon verwerken of zo, glas of zo. Afval. Afval, deksels. Afval, karton, afval, hout. Wat? Opgepast. Niet tegen de deur rijden. Oh ja. Mijn EP-bak.
Ah, die reed hier dan iets in. Hè? Hier reden ze dan iets in. Ja. Nou ja, wat? Dat zou ik niet weten. Is het niet gewoon afvalverwerking of zo, was hier dan? Van glas en hout en... Ja, waarschijnlijk ook. Dat ze dat zelf ook deden dan. Duivelmachine. Ja, je kunt nu van buiten. Heffen, dalen, voorwaarts, terugwaarts. Ik heb niet zo'n ding, wat is dat dan? Ook een onderdeel van de machine, die hebben ze toch wel willen opruimen, zie je? Hij staat al op pallets. Mm-hmm. Ja, ik heb er ook geen verstand van. Ik zou niet kunnen zeggen van dit is dit en dit, dat is dat. Kom, we gaan die kelder zoeken. Ik wil echt naar die kelder. Dat is goed. Ik volg wel. Even kijken, want het is hier zo groot, maat. Ja, als je oppast, dan loop je er gewoon voorbij. Denk in de volgende. Ja, inderdaad. Hey. Lift? Oh, ja, ja, een lift, ja. Nou, daar durf ik niet in te staan. Daar zakt hij in een keer... Naar de kelder toe. Ja. Maar dan ben je er wel. Probeer eens, Sam. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel naar beneden. Achter nog een lift, of is dat een trap? Zullen we daar even gaan kijken? Ik denk dat er nog een lift is, man. Ja. Of een trap, ik weet het niet. Ik zie er vanaf hier niet. Ja. Een lift. Maar als dan twee liften bij elkaar, gewoon echt 25 meter van elkaar af. Is dat de kelder? Is dat wel spullen? Ik denk niet dat dit de kelder is, man. Het is gewoon echt een bijkamertje zo. Hier kunnen twee verdiepingen omhoog. Lijkt hier ook allemaal op elkaar, maat. Ja. Zo zijn als ze in één keer allemaal instort hier. Ah, dat gebeurt niet zomaar. Nee. Hoop ik dan. Al die brandblussers, jongen. Overal brandblussers. Allemaal gangen. Oh, je kunt het gewoon zien. Ik snap er helemaal niet. Oh, lampen, ja, ja, toch wel lampen. Ja. Straatverlichting. Oké. Wat voor nodig is dan?
Het ruikt wel muf, hè? Ja, schimmel. Ja, zo. Ah, hier kwamen we net naar boven. Ja? De eerste keer kijk, dat is een kapotte deur. Dan kunnen we daar achter, komen we nog naar, helemaal naar rechts. En ook een verdieping hoger. Ja, ook nog een verdieping hoger, ja. Kijk, hier ook zo'n terrein. Ja. Ja. Nou, daarachter is wel een werkend bedrijf. Ja, wel? Ja. Volgens mij is die poort hier ook niet altijd open. Nee? Nou, dan hoop ik niet dat hij dicht gaat als wij hier nog zijn. B. Gewoon grond. Kijk, hier een lange gang weer. Stroomkabel. Zo. Je weg nog maar terug weten straks. Geblokkeerde goederen. Wat ligt hier nou? TV. Computerscherm. Scherm. Oei oei, zal heel kapot zijn. Kant alles gestript hier weer. Ja. Niks aan. Dan kun je nog in omhoog. Wat is dit dan? What the fuck? Oeh, dit klinkt al een beetje. Ah nee, het is gewoon beton. Hoop ik. En heel veel kamers dan. Ik denk dat daar gewoon allemaal van die teamleiders of zo zaten, denk ik. Die. Oh. Oh, controlekamer, man. Oeh, dit. Ja, hier zitten kabels onder. Dan kan je gewoon eruit tillen en dan is het makkelijk te vervangen. Besprekingsverslag. Oké. Gewoon een hele controlekamer voor die machines dan. Gasdruk. Keelkoeling, what the fuck. Oven. Zal wel niet meer werken. Dat denk ik ook niet, nee. Schermpjes waar je dan alles op kon zien. Oh, ja. Goed intact gebleven, al geen gravity of zo. Oh jongen, hier zou ik echt, als ik het zo wil zien, dan snap ik er al niks van. Dat gaat er niks aan. Ja, zo is het, ja. Kamer hier. Ja, boven staan volgens mij ook ovens. Daar zo. Is er van alles hier? Ja. Wat het allemaal is? Geen idee. Ja, hier zouden ze glas hebben omgesmolten en zo. Ja, pas maar op dat er niks uitkomt. Smeriebak.
Er is echt van alles te zien, hè. Hup. Speaker. We kunnen wel naar die ovens toe. Of je kunt ook naar buiten helemaal omhoog klimmen. Wordt wel een beetje moeilijk met de stabilisator en de camera, maar... Zoveel nodig is, is gek dan eigenlijk, hè, om een lampje te maken. Ja, inderdaad. Dat is wat ze hier deden, toch lampen maken. Ja, maar wat stond er nou? 4,5 miljard per jaar of zo? Oh ja, dat vind ik allemaal... Oh nee, dat past nog mee wat. Ja, maar daar ligt ook allemaal een beetje... Ja, dat doen we dadelijk dan wel. Ja, kijk, pas maar op. Hier kun je ook erg naar boven. Ja, pas maar op, is niet voor niks allemaal... Oud en versleten. Daar is het, ja, oud en versleten. Mm-hmm. Beat lab. Dat zou toch wel stevig zijn hoor, want hier reden toch ook machines en zo, lijkt mij. Ah, kijk, hier kan je naar die ovens toe, denk ik. Ja, ja, dit was inderdaad een oven. Ja? Ja. Oh ja, zie je. Ja. Goed, spinnenweb ervoor. Oei. Dank je. Een smal trappetje. Het ruikt er ook een beetje chemisch nog zo of, hè? Ja, in ieder geval zoiets wel, ja. Ik heb het ook warm. Huh? Ik heb het warm. Hier is het ook warm, ja. Nou, we gaan maar eens naar beneden. We hebben ook gezien dat we buiten ook nog helemaal omhoog konden. Niet veel geslapen dan. Deur. Ja, een groot pand, man. Hier hebben ze toch wel zitten vegen, iemand. Hij zal dicht zijn als hij niet hier op deze verdieping is. Dit dan. Oh, kijk maar uit. Het is allemaal ijzer, is helemaal verroest. Ik weet niet wat hieronder zit. Wat deed je dan voor dingen? Borstel en schop. Een paar grote buizen. Ja, wat is? Ook allemaal voor de afval of zo, denk ik zo, man. Dat denk ik wel, ja. Om maar buiten te flikken. Nog in omhoog. Ah, we komen eigenlijk al omhoog. Moet omlaag nou een keer. En je kon ook nog naar buiten helemaal omhoog op het dak, hè? Ja. Ja? Misschien dan wel via hier. Dat zou ook misschien wel kunnen, ja. Ja. Een
trapje ziet er maar, hè? Ja. Verlept uit. Dadelijk. Is anders als in een verlaten kasteel. Ja. Stofmaskers verplicht. Die heb ik niet bij. Oh, ja, zo waren we net, of niet? Ja. Voilà. Ja, kijk, daar kunnen we ook nog helemaal bovenop, maar... Oh, ja. Ik weet niet of dat zo veilig is, eigenlijk. Er zal ook niet veel te zien zijn bovenop. Dat denk ik ook niet, nee. Beter in de kelder gaan kijken. Ja. Ja, dat wil ik wel eens zien, jongens, daar even staan. Door is hier al de machinekamers en alles staan. We moeten ze dan in die kelders hebben gehad. Misschien werken ze ook wel met water of zo, dat er waterleidingen lopen of zo. Geen idee. Eens kijken. Ik zou het ook echt niet weten. Kijken. Nou, we hebben ons sport ook weer gehad vandaag, hè? Voor de hele week. Op onze brakke dag. Ach ja. Ja, dat alcohol, ben ik er wel uit aan het zweten nu. Ja, man. Net hier nog. Fijne adem. Iets wat heel zwaar is in ieder geval. Dat wij al zo hoog zitten. Die trapt die houdt niet op. Oh, de tjie. Kijk hiervan. Stoel ja. Erboven, hoor. Dit is de kelder, maar... Kijken, als ze die deur openmaken, waar we dan mee komen. Machinekamer of zo. Is dat een schilderij? Oh nee. Trek naar olie of zo. Dat is niks aan. Ja, wat dat voor machines zijn. Dat zou ik ook niet weten. God, maar waar ligt hier dan ook? Allemaal versnoep. Is dat dan verspilling? Oh, glas of zo, man. Het glinstert in ieder geval flink. Mm-hmm. Dat weet ik ook niet wat dat voor spul is. Misschien kwam hier de kolen binnen voor die ovens of zo. Ik weet niet hoe die ovens werken natuurlijk. Ik heb niet gezien zo'n machines. Volgens mij is het nog niet de kelder. Nee, dit is niet de kelder, nee. Ik denk dat je in de kelder misschien ook helemaal niet kan lopen. Dat doet niet. Oh, hier zijn we buiten. Oh. Oh ja. En daar die shuttle, wat is dat dan? Nou, dat is voor water. Ja? Ja. Oh, lekker Hollands weer. De Hollandse zomer. Ja, echt hè? Ja. De zomer in Hollandia. Mm-hmm. CO2 dus. Ik denk niet dat je in de kelder kan lopen, man. Ik denk het ook niet, nee. Hé, hey, hier kunnen we nog in. Daar is een deur open. Daar? Ja. Dichtbouw hebben we nou eigenlijk wel gehad, hè? Dat denk ik ook wel. Dat bedrijf daar is nog in bedrijf... Is nog gewoon... Ja, ja. Oh? Ja, die is nog in gebruik. Ik vermoed dat dit een grote lege hal is. Ik denk het ook, ja. Voor opslag of zo. Ja. Nee.
goed, een lege zaal, ja. Kun je een feestje geven hier? Of niet? Die gehalen. Man, zou je wel goed klinken. Ja. Nee, zou je een feestje geven hier, of wat? Marco Henry? Ja, dan zijn we weer buiten en het regent ook nog eens. We hebben het al wel bijna over hem gehad. Oh, is dat dan? Wat is dat dan? Dat is ook nog iets, maar dat zou ook waarschijnlijk weer een dood zijn. In de zaal komen we toch ergens nog naar beneden, hè? Straks. Dan gaan we hier weer naar binnen, bij die oranje deur. Tenminste, als dat kan. Ja, dat kan. Ja, hier kom je bij die grote machine uit die helemaal beneden was. Oh, hier zijn we straks geweest, ja. Toch goed, ja. Hier konden we ergens. Ja, dit is met die liften. Bij welk stuk was het dan daar waar we in de grond konden? Oh, dat hele kleine trapje of wat? Ja, dat hebben we echt. Ja, hier nog gewoon neffen. Ja, het is hier zo groot. Ja, man. Hop. Dat is een gevaarlijke deur. Ja, de deur ernaast is gelukkig open. Ah, ja. Tenminste, als er maar binnen uitkomt. Oh ja, eerst met die olie. Oh ja. Straks waren. Hier kwamen binnen. Er is hier ook ergens een gat in de grond. Ja, de gat in de grond is hier in deze kamer. Met die olie. Nee, ik bedoel een ander gat in de grond. Dat was midden in zo'n... Nee. Ik denk nog eentje hiernaast dan. Waar wij straks naar binnen kwamen. Ja, is hier. Is dat hier? Ja, hier kwamen we naar binnen. Er zou het derde gat wel zijn daar. Ja, dat zou hem best kunnen, ja. Oh, er gaat een trap en zo naar beneden. Eens kijken. Daar zijn we dan vast. Wow, een hele tunnel, man, gek. Zo. Ja, kijk maar uit mijn giftige damp en zo, hè. Ja. Hallo? Hallo? Ik denk niet veel te zien, wel. Weet ik niet. Hallo? Anybody home? Ja, wij komen er ook aan. Nah. Of niks te zien? Nee. Beetje een kleine opslag of zo, man. Ja, dan kunnen we er beter niet in gaan. Lange gangen aan het einde is een beetje allemaal rommel. Ja, jouw microfoon begint ook in één keer te storen. En er is hier geen gezonde lucht, hè niet? Nee, ja, ja, natuurlijk al die dampen naartoe, hè. Ik merk wel goed met mijn astma, ja. Ja, dat geloof ik. Zo. Nee, dat is niet... Maar loopt nog wel ver door, man. Ja, waarschijnlijk onder het hele terrein door. Denk ik dan. Oh. Dat was het denk ik wel, hè. We hebben dat daar beneden nog niet gehad, denk ik. Waar?
Aan de overkant. Is die kerk nou? Of wel? Jawel, jawel, ja. We zijn wel geweest. Ja? Ja. Boven, onder, ander gebouw. Ja, dan was het dit denk ik wel. Dat denk ik ook wel. Oké. Kan ik even hier gaan? Dan komen we weer bovenuit. Ja, hier, hier kwamen we net naar beneden volgens mij. Oh ja, ja. Oh, wat een glas, man. Ja. Hier naar buiten kunnen. Nee. Andere uitgang. Grote lege hallen, hè? Ja. Veel glas, veel rommel. Dat is zeker wel een keer leuk om geweest te zijn. Veel machines. Ja, dat is net onze lang leeg laten staan. Dat doet er dan iets mee of zo. Ja, inderdaad. Een paar vluchtelingen, weet ik het, hè? Bouwen, ja, dat is... Hier, geknapt een beetje om, gooit die vluchtelingen hier erin. Die mensen die zijn zo blij als iets. Ja, ze kunnen hier handig, makkelijk kamertjes maken als ze willen. Een paar wandjes erin zetten. Inderdaad. Doe er iets mee. Ja, kost waarschijnlijk bakken met geld, hè? Elektriciteit duurt hier niet meer. Ze zal allemaal wel weer opnieuw aangelegd moeten worden, of weet ik het. Ja, inderdaad. Water. Zal in ieder geval iets met geld te maken hebben, waarom ze dat niet doen. Ja, dat denk ik ook wel. De lange spookgang. Oh ja, daar kwamen we vanaf, ja. Ja. Alle mappen, zie je wel. Ja. Die is dicht. Informatie is er weer. Geen belangrijk, anders laat ze het niet liggen. Ja, inderdaad. Ik wil zeggen. Oh. Ah, iets met die printer, wat het ook mag zijn. Stikstof. Bruismagazijn. Grote fabriek is het geweest. Hè? Een hele grote fabriek inderdaad. Met heel veel glas. Ja. Ah, dit was de kantine. Hè? Dit was de kantine. Oh ja. Oh ja. 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 Die was dan ook niet heel groot voor zo'n hele grote fabriek. Ah, ze hadden wel meerdere hebben gehad, denk ik. Ruik je? Weet niet. Vieze, ik weet niet wat. Wc's. Hier ziet wel echt al vervallen uit hier zo, hè? Vervallen uit, ja. Ja jongens, ik denk dat dat een beetje het einde was. Hè? Dat denk ik ook wel. Van de lampenfabriek, denk ik, hè, dat is. Lampenfabriek, ja. In ieder geval iets wat ermee te maken heeft. Ja. Reden van bestaan. Samen creëren wij oplossingen in glas voor uw succes. Het is niet gewoon een glasfabriek. Nee, er zijn allemaal lampen op die achtergrond.
We worden gezien als kenniscentrum voor industriële oplossingen in glas. Oké. Okay. In ieder geval waar wij geen verstand van hebben. Oei. Aha. Hey, hallo. Wacht even, dan moet ik eerst even de batterij vervangen. Oh, dat is niks. Nee? Nee. Loopt al dood. Ah, jammer. Dat vind ik altijd leuk, keldertjes en zo. Oh, wat spannend, hè? Hier al die gaten in de grond zitten, dat vind ik wel apart. Heb je wel met water gewerkt dan? We hebben denk ik wel alles gezien, hè? Ja, we zijn overal geweest. Boven, beneden. Ik ben ook moe. Ik ben er ook moe van. Een dagje. Is er al een zware dag gehad? Hè? Ja. Maar ja, zeker leuk om een keer geweest te zijn. Ja, zeker. Altijd wel anders, hè? Ja. We weten nooit niet wat we vinden, wat we aantreffen. Inderdaad. Soms kunnen we wel veel vertellen, ja, soms heel weinig. Altijd anders. Ja, en hier hebben we gewoon doorheen gelopen. Gewoon doorheen gelopen. Ik heb een extra lange video voor de kijkers. Ligt daar, oh, fiets tegen dingen. Maar ja, misschien is het ook leuk als we gewoon door de locatie zo heen lopen. Ja. Kunnen ze laten weten in de comments dan. Variatie, hè? Ja. Altijd wel anders. Ja, inderdaad. Ja, dat was het dan. Dat was hij dan, ja. Dus dan zien we jullie weer buiten. Nou, we zijn nu aan het einde gekomen van deze aflevering van een lampenfabriek. Niet heel veel aangetroffen, wel machinekamers, heel veel glas. Het is altijd wel weer iets anders wat we aantreffen. Het is niet veel om te vertellen, maar we vonden het leuk om jullie ook gewoon een keer mee te nemen op gewoon een basic locatie. Heel groot, veel gezien. We hopen dat jullie het leuk vinden en tot de volgende keer.